kunt zien, ik heb het masker eraf gedaan. Ja, dat was wat te prikken en zo, en allemaal. Is dat ook niet 100% goed. En, maar het was wel een leuke ervaring. Ik heb nog één masker te gaan. Eigenlijk nog twee, want ik wil eigenlijk nog een masker doen. Maar die was niet in de winkel, dus... maar moest ik een panda vinden, ga ik er sowieso testen. Ik zal het misschien ook even meebrengen met mijn zus in een keer. Dat kunnen we het samen doen. Maar die uil was ook een beetje te groot. Ik heb natuurlijk ook wel een beetje, ja, ik ben wel 31, maar ik heb echt een kindelijk... Ja, het is niet zo groot, dus ik heb echt voor kindermaat nodig soms. En die uil was wel iets te groot, maar het was wel leuk om uit te testen. Ja, maar het prikte wel op een gegeven moment. Dus ik heb het gewoon afgedaan. Maar het is was wel... Ja, om te zeggen, eigenlijk wel leuk om het eens te testen. Binnenkort ga ik er nog een paar kopen. Als ze in solden staan. Want ik koop alleen maar in solden dingen aan. Dus, het was echt heel leuk. Ik heb er echt van genoten. Het was ook wel spannend. Dus dat was ook wel mooi meegenomen. Ja. Even het licht uit, want ik ga naar beneden. Ja, we hebben het licht. Binnenkort is nog een nieuw masker. Ik ga natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd testen. Dus ik ben dan ook meteen in bad gesprongen om mijn gezicht goed te wassen. Wat ik wel heel belangrijk. Dus ik hoop dat je deze live... live. Dat is omdat ik als live ben op poster op TikTok. Dat ik zeg van, dit is een leuke live. Hopelijk vond je dit een leuke video. Doe dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ja, misschien binnenkort nog eens bruisballen of zo. We zien het wel allemaal. Maar probeer zoveel mogelijk bij jullie te doen. Ik heb hier ook nog een boekje. Waar we ook nog heel veel dingen kunnen testen. Dus ja... We zien het wel. Maar in ieder geval al bedankt dat ik hier kom. Zit hier een kat in de zetel? Is het ze dan? Was ze aan het zoeken? Ja, die komt niet heel vaak in de video's de laatste tijd. Omdat die ook vaak onder het tekentje ligt. En dan laat ik die ook gewoon liggen. Omdat ik nu zie, ben geen persoon die de kat verplicht om in een video te komen. En zo van dingen allemaal. Dus daarom. Maar ik ga die een beetje terug. Hey, welkom in deze nieuwe video van Bolstar. We gaan de konijnen eten geven. En dan mogen ze naar buiten gaan spelen. Dus dit is een bordje van hun. We zullen de voedsel eens nemen. Voedsel. Er is dat nog voor te dingen hier. Dus ze krijgen één keer per dag korreltjes. Dat doe ik altijd, want anders hebben ze te veel korreltjes. En dat is ook niet gezond. Te veel. Dus één keer per dag kan dat geen kwaad. En dit zijn op basis van grasding. Kijk, ik heb de verpakking niet meer, dus ik kan het niet... zeggen, maar het ziet er dus zo uit en dat raden ze me aan om te geven. Dus ik doe dan op een bordje. Dat kan je zien dat ik ergens kan opzetten om dat te tonen. Dus even iets pakken. Dat is wel moeilijk om te filmen. Aan. Nou, wacht, ik zal die camera eventjes zo zetten. Dus dan zien jullie het bordje. Zo, twee konijnen trouwens. Lam. Ja, en dat is op basis, dat is echt zo... Dat ruikt ook speciaal, er zit ook wortel tussen vermengd. Ja, ik weet ook niet allemaal hoe het in elkaar zit. Maar ik vind het wel speciaal, eigenlijk, het voedsel. Dus, ja. We gaan het nu geven. Ze krijgen ook altijd heel veel stro. Daar zet ik me ook altijd heel hard voor dat er stro is. Zo, dat zetten we dan in het kotje. En hier zit dan nu mijn snuffel. Dus, en als ze dat opeten, dan zetten ze straks buiten. Snuffel is ondertussen buiten. Wij gaan jullie meepakken, want wij gaan post versturen voor mijn zorgmama. Die is 2 februari jarig en dat gaan we versturen. Zo, dat is een heel mooi rode envelop. Dus we gaan het eens zien. Keertje versturen. Ik heb eentje gepakt met diertjes, omdat Elga houdt heel veel van dieren. Honden, poezen, alles eigenlijk van dieren. Ik dacht dat ze kan meegenomen als je dan iets neemt met diertjes. Dus dat gaan wij nu even posten. Zo. Dan gaan we richting de brievenbus. Gelukkig is hij niet zo heel ver, de brievenbus. Dus dat valt goed mee. En dan gaan we de batterij opladen en dan kunnen we weer andere leuke dingen gaan doen. Maar de batterij moet eerst opgeladen zijn. Naar de winkel ben ik al geweest, dus daar moet ik niet meer zijn. Dus dat is al gepasseerd, de winkel. Dat heb ik samen gedaan met mijn begeleiding. Dus ja, maar het is weer verkeer vandaag. Vorige keer als ik hier met Annie liep, dat was midden in de nacht, dan was er zo verkeer.
Dan heb ik ook iemand verrast met een verjaarskaartje. Dus er is ook nog een tekening in van Enzo, want Enzo heeft een tekening gemaakt. Hij noemt die ook een beetje zijn oma. Dus dat zit er ook gewoon bij. Wees benieuwd wanneer hij aankomt. Ik hoop dat het ook op tijd aankomt, het kaartje, want dat zou wel heel leuk zijn. Iedereen weet wel wie dan mijn zorgmama is. Dat is echt iemand die er niet voor mijn mama in de plaats, maar die er is als ik er nodig heb. En dat is zeker en vast zo. Ze is er altijd als ik haar nodig heb. Dus het is echt super. Zo. Op 10 uur wordt die geleegd, dus die gaat niet meer geleegd worden. Hij gaat er helemaal in. Voilà. En dan gaat hij nu. En hopelijk komt hij op tijd. Dat hoop ik toch. Alleszins dat hij op tijd komt. Nee, ik kan er niet van zijn. En dan gaan we nu helemaal terug. En dan gaan we eten en dan ga ik de batterij opladen en dan neem ik die straks mee naar buiten met de fiets om een paar dingen te doen. Dus ja, ze hebben wat op het programma te doen. Zo, we zijn weer terug thuis. Voilà, Muffin zit in het kooitje, dus die gaan we er nu uithalen. Dus voilà. Die gaan we eruit halen. Snuffel is al buiten, die is nu al aan het plezier maken, maar Snuffel nog niet. Dus die zit hier nog in de kooi. Dus die gaan wij er even uithalen. En dan ook gewoon buiten steken. Het is mooi weer buiten, dus we kunnen dan van profiteren gaan. We zullen de camera eventjes hier zetten. Zo, die gaan naar binnen. En hier zitten ze dan te spelen. Ik denk het eerlijk gezegd dat we pas die naar morgen gaan, buiten gaan, want het is niet zo mooi weer. Het weer is echt omgeslagen, dat was de zon scheen. Dus, en daar zitten mijn baby's. Dus we gaan ze even binnenroepen als ze binnen willen komen. Ik ga even naar achteren. Zo, hier zijn ze dan. Ik ben net scheen op de zon. En nu in één keer slagen ze weer helemaal om. Ja, hier is de andere ook. Niet normaal. En ik kom van naar binnen. Ik zie ze daar zitten. Wat wordt het? Komt je of komt je niet? Ze zijn toch zo schattig eigenlijk altijd, hè? Ja. Ik denk dat ze. En kom, kom maar hier. Kom maar naar binnen. Hier zijn ze dan. Nogmaals. Muffy weet nog niet wat ze wilt. Dus ze kan afwachten. Ik denk dat we vandaag een masker weer gaan uittesten met dit weer. Ik heb zo'n hele doos, zodat jullie wel weten. Dus ik denk dat ik dat ga uittesten.
Ik ga heel goed het was, ga je straks ophangen. We gaan eerst deze wasmand naar boven brengen. Dat is niet gemakkelijk met een draaitrap, moet ik eerlijk toegeven. Dat is echt heel moeilijk om dat te doen. Zo. Merk ook dat de mist aan het opkomen is. De mist is aan het opkomen, niet leuk. Zeker niet. Maar ik zie dat vanaf hier dat de mist echt aan het opkomen is. Dus niet heel plezant. Ik weet niet dat je het goed kunt zien. Maar de mist is aan het opkomen. Dus ja. Dan wordt het ook weer super koud. Ik denk dat, ja. Dat heb je zo. Ja, duidelijk. De mist. Je ziet zelfs de mist. Is misten gebeuren. Ik was aan het kijken waar de kat zat. Om die ook aan jullie te laten zien. Ah, die zit hier. Hier is ze trouwens, de kat. De kat. Dat is weg.